Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe Product Empties video. Ik ga jullie vandaag alle beauty producten laten zien die ik heb opgemaakt. En het is niet alleen maar make-up, maar echte beauty producten. Dus ook dingen als skincare, et cetera. Al is er wel ook een heleboel make-up bij vandaag. Minder normaal. Meestal zijn dit soort video's meer skincare. Maar vandaag hebben we ook wel wat make-up die ik heb opgemaakt. En er zijn weer een heleboel producten. En ik ga jullie laten weten wat ik er allemaal van vond. Dat ik iets opmaak houdt niet in dat ik het per se goed vind. Want met sommige producten, vooral skincare producten, die moet je echt een aantal keer gebruiken voordat ik echt weet wat ik ervan vind. Dus soms maak ik het gewoon ook echt helemaal op omdat ik gewoon, ja, er nog niet uit ben wat ik ervan vind. Of omdat ik het gewoon zonde vind en ik vind het mooi. Het is wel oké, dus ik maak het op, maar ik zou het niet per se opnieuw halen. Dat kan ook. Dus dat zijn een beetje de verschillende redenen waarom ik producten helemaal opmaak. En ook qua make-up is het echt zeldzaam dat ik make-up opmaak, want ja, ik heb zoveel producten en ik wissel altijd continu af. Dus heel veel make-up gaat ook gewoon niet op. Dus als er make-up op gaat, dan vind ik het meestal wel echt heel erg goed. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, laten we beginnen. Ik zal even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb de Lifter Gloss op van Maybelline. Echt mijn fave lip gloss in de kleur 005 Petal. Oké, jongens, we gaan gewoon snel van start, want ik heb een hoop. Het eerste is skincare en dat is deze micellair water van Garnier. Hiervan heb ik er al een aantal opgemaakt. Ik vind het echt een hele fijne micellair water. Ik gebruik hem altijd voor mijn oogmake-up en mijn lippen. Nou ben ik veranderd naar een andere. Nog wel van hun, maar deze die ik nu gebruik is geel. Dus dat is volgens mij de meer waterproof, gevoelige ogen versie ofzo. En die vind ik beter. Dus ik ben nou gestopt met de blauwe en ik ben nou overgegaan naar de gele. En die is echt fantastisch. En dat is ook die ik echt nu nog steeds gebruik. Maar hij is nog niet op, dus hij zit nog niet in deze video. Maar allebei zijn heel fijn. Maar ik vind persoonlijk die andere gewoon fijner, omdat hij beter werkt met waterproof make-up en zo. En het is een meer olieachtige substantie, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat vind ik persoonlijk fijner. We gaan verder met deze Pixi Hydrating Milky Cleanser. Ik heb al heel vaak geraved over de Milky collectie van Pixi. Ik vind die hele collectie echt fantastisch. Vooral als je een droge huid hebt als ik. Echter moet ik zeggen dat deze cleanser vind ik het minste van de collectie. Hij is oké. Obviously heb ik hem dus echt helemaal opgemaakt. Hij haalt je make-up er wel van af. Maar niet zo goed en niet zo fijn als een heleboel andere cleansers die ik heb gebruikt. Dus dit is echt zo'n gevalletje van, hij is oké, het is zonde om hem niet meer te gebruiken, dus ik maak hem gewoon op. Maar zou ik hem opnieuw halen? Nee, al heb ik hem ook niet gehaald. Ik heb hem ontvangen in PR. Maar ik zou hem niet per se opnieuw halen of echt per se aanraden. De rest van de Milky collectie is echt fantastisch. I love it. Next up is make-up. En dat is deze kleine versie van de Make It Last setting spray van Milani. Als je al mijn vlogs hebt gezien in Spanje, heb je ook gezien dat ik deze had meegenomen. Heel fijn voor op prijs, omdat hij dus zo klein is. Maar je hebt ook gewoon de normale, de grote. Dit is een hele, hele fijne setting spray. Ik had hem ook niet voor niks meegenomen. Hij is heel snel opgegaan. Echt heel snel, want ik heb hem echt heel vaak gebruikt. En deze gaat er echt voor zorgen dat je make-up lang blijft zitten. Er staat op 16 uur, dus dat hij je make-up 16 uur goed laat zitten. En zo ervaarde ik hem ook echt. Het hielp echt met de long lasting effect van mijn make-up. En ja, hij was gewoon echt heel fijn. Ook een hele fijne spray. En hij hydrateert. En die combinatie zie je ook niet heel vaak. Dus ik raad hem zeker aan. Ik zou hem zeker halen in de grote versie. Echt een van de fijnste setting sprays ever. Next up is deze Huda Beauty Nymph Body Glow. Deze is ook echt helemaal leeg. Zoals je kunt zien is hij heel groot. En ik heb er ook letterlijk iets van 2 of 3 jaar mee gedaan. Zo fijn vind ik hem. Ik heb hem in de kleur Aphrodite. Hij is geweldig. Deze mixte ik altijd met mijn body crème. En dan bracht ik het over mijn hele benen aan. En het zit echt vastgelokt aan je benen. Echt, het geeft helemaal niet af. Super, super mooi. En het geeft ook een hele mooie bronzy glow aan je benen. Iedereen vroeg altijd hoe ik mijn benen zo mooi glanzend krijg. En dat komt echt hierdoor. Helaas echter is deze niet meer te koop. Hij is uit hun assortiment en daar baal ik wel van. Ik heb nog wel een heleboel andere fantastische body glows die ik nu gebruik, maar deze was wel echt een van mijn faves. En ook echt de prijs waard. Hij was een beetje duur, maar ik heb er letterlijk jaren mee gedaan en echt heel vaak gebruikt. Dus dit is echt een van mijn faves. Het enige wat ik minder vond eraan is dat deze dop nooit goed bleef zitten. Maar voor de rest echt super fijn. Maar ja, helaas is hij dus niet meer te koop. Next up nog een setting spray. De Hydrating Setting Spray van Il Makiage. Deze is ook echt helemaal leeg. En deze hydrateert echt. Deze doet voor de rest naar mijn mening niet echt iets voor je make-up ofzo. Maar als je hydratatie zoekt, wat ik zoek, dan vind ik hem echt fantastisch. Deze gebruikte ik altijd in het midden van mijn make-up proces. Als alle poeders waren aangebracht, dan bracht ik zo dit aan. En dan smolt alles zo lekker in elkaar in. Ook deze dop blijft niet goed zitten. Ik weet niet wat het is met al deze dopjes. Dus dat was ook weer het enige wat ik er vervelend aan vond. Ik vind ook de grote fijn ook heel fijn weer voor mee op reis. Ik vind hem wel een beetje duur.
voor de hoeveelheid die je krijgt. Hij ging echt best wel snel leeg, dat wel. Maar voor de rest, hij deed wel wat hij moest doen. Zal ik hem per se opnieuw halen? Niet per se, want ik heb een heleboel andere meer betaalbare hydrating sprays die ook dit effect hebben. Maar al met al was hij wel gewoon goed. Next up van Bondi Sands heb ik hier hun Sweet Dreams Hydrating Night Moisturizer. Dit is dus een nachtcreme die hydrateert. En als je nou iets hebt van, Bondi Sands heeft skincare. Ja, ze zijn uitgekomen met een hele skincare lijn die ik heb ontvangen in PR. Ik heb voor de rest nog niks getest van die lijn behalve deze nachtcreme. Hij is dus echt helemaal leeg. Hij is echt helemaal leeg, maar ik vond hem niet zo fijn. Ik had niet echt het gevoel dat hij iets deed. Ik heb een heleboel andere nachtcremes die echt veel beter zijn. En hiervan had ik echt iets van... Ja, ik weet niet jongens. Ik vind Bondi Sands zelfbruine mousse is echt fantastisch. Jullie weten, als je mij lang volgt, dan weet je dat ik echt bijna altijd hun zelfbruine mousses gebruik. Echt top kwaliteit. Maar qua skincare vind ik het niet zo goed. Ik moet wel zeggen, dit is dus het enige wat ik heb getest. Misschien zijn de andere producten van hun lijn wel goed. Maar in ieder geval de nachtcreme raad ik niet aan. Dan iets heel betaalbaar van Essence. De Ultra Care Foot Mask. Deze is ook helemaal leeg. En deze is echt fantastisch. Ik heb er ook al volgens mij verteld op mijn Instagram hoe goed ik hem vind. Deze is echt super, super fijn. Een van de fijnste voetcremes die ik ooit heb gebruikt. Hij ruikt echt heerlijk. Hij is lekker dik. En je voeten zijn echt de hele dag gehydrateerd. En dat is wat ik zoek in een voetcreme. En I love it. Dus deze raad ik zeker aan. Ik hoop dat die nog te koop is. Next up, een lipstick die ik heb opgemaakt. Wat bijna nooit gebeurt, is deze van MAC in de kleur Velvet Teddy. Zoals je kunt zien is hij al helemaal leeg. Ik heb ook al een andere. Jongens, als er iets is wat ik bijna nooit opmaak, zijn het lipstick en lipglosses. Dus als ik die opmaak, dan weet je dat ik hem echt fijn vind. Dit is echt een van de mooiste nude kleurtjes ever. En heel mooi te combineren met een bruin lippotloodje. Ik gebruikte altijd mijn Morphe Sweet Tea lip pencil. Deze is echt fantastisch. Super, super mooi. Super fijne lipstick. Alle lipsticks van MAC zijn sowieso geweldig. Dus deze raad ik ook zeker aan. Iets wat ik ook zeker aanraad is de NYX Brow Gel. Deze, de Bush Theme Brow Gel van hun. Hij is helemaal op. Je kunt het hier zien. Hij is heel klein, maar ik heb het toch echt best wel lang mee gedaan. En ik gebruikte hem elke dag. En hij is super klein. Kijk even dit. En je brengt het gewoon zo aan in je wenkbrauwen. En echt jongens, je wenkbrauwhaartjes gaan de hele dag nergens heen. Het is letterlijk wenkbrauwlijm. Echt, echt fantastisch. Vooral als je wilt gaan voor echt bushy brows. En dat je wenkbrauwhaartjes echt goed omhoog blijven staan. Dan ga je hier echt heel blij mee zijn. En ik ga hem zeker opnieuw kopen. Next up, nog een setting spray. Ik heb een heleboel sprays opgemaakt de afgelopen tijd. En dat is de YouSCAR Skin Glow Setting Spray. Je zou zeggen dat er nog een beetje in zit. Maar dit is zo weinig dat het niet meer egaal aanbrengt op mijn gezicht als ik spray. Er komen altijd allemaal van die vlekjes op mijn gezicht. Dus deze kan ik niet meer gebruiken. Dit merk is best wel betaalbaar. En het is te koop bij Douglas. En dit is een super mooie glanzende setting spray. Dus ik vind hem echt geweldig. Wel moet ik zeggen dat ik een dupe heb gevonden. En dat is deze van Catrice. En die is meer goedkoop. Dus ja, ik zou gewoon deze halen. Maar deze was al met al echt wel goed. En ik ben er echt heel blij mee. Hij gaf een hele mooie glitterige glow aan mijn gezicht. En dan de laatste setting spray, jongens. Dit is echt de laatste. Is de LA Girl Hydrating Mist. Deze heb ik ook helemaal opgemaakt. En hij is best wel groot. Hij ging best wel lang mee. En deze lijkt echt heel veel op deze andere. Allebei heel veel hydratatie. Dus ook deze bracht ik aan in het midden van mijn make-up proces. Hij is super fijn. En de geur is ook heerlijk. Het is dragonfruit geur. Echt, echt een heerlijke geur. Dus ik vond hem echt heel fijn. De verpakking vind ik niet heel fijn. Want hij is best wel bulky en groot. Maar al met al, hij deed gewoon wat hij moest doen. Next up is een lip scrub van Fenty Beauty. In mijn Spanje vlog hebben jullie gezien dat ik naar Sephora ben gegaan. En deze lip scrub heb gekocht. Ik raad hem niet aan. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn met jullie. Hij is wel gewoon fijn. Hij is gewoon fijn. Hij doet gewoon wat hij moet doen. Maar hij ging super snel op. Ik heb hem letterlijk 3 weken of zo gebruikt. En hij is al leeg gegaan. En hij is niet beter dan een aantal andere betaalbare lipscrubs die ik ook heb. Als ik wat meer geld betaal voor iets, dan wil ik ook dat het echt beter is dan iets anders wat minder duur is. En dat is in dit geval niet. Dus het is een goede lipscrub. Hij is oké, maar niet beter dan een heleboel 3 euro lipscrubs die ik heb. En ik heb ook een andere die ik heb opgemaakt. En dat is dus eentje die letterlijk net zo goed is. En dat is deze van Elf. Dit is ook een lipscrub. Deze is ook helemaal leeg. Deze heb ik letterlijk echt, echt leeg gemaakt. Ik heb het er helemaal uitgeschraapt.
Dit is van hun Cookies and Dreams collectie. En deze is letterlijk even goed als deze van Fenty Beauty. Maar echt een fractie van de prijs. Super goedkoop. Dus ja, vandaar dat ik zeg dat ik die prijs van Fenty niet waard vind als deze van Elf letterlijk net zo goed is. Dan iets waarvan ik echt baalde dat het opging. En dat is deze Kylie Liner van Kylie Cosmetics. Dit is mijn nummer 1 beste eyeliner, jongens. Echt, I will fight iedereen die zegt dat deze niet goed is. Dit is mijn nummer 1 eyeliner. Letterlijk nummer 1. Ik heb hier zeker iets van 25 eyeliners of zo. Dit is de beste. Hij is zo zwart. Hij is zo secure. Ja, hij is echt op. Dus nou doet hij niet meer zo heel veel. Maar ook echt, de pen is heel fijn, jongens. Als je op zoek bent naar een goede eyeliner pen. Deze is fantastisch. Er is niks wat ik er niet goed aan vind. Gewoon letterlijk alles is goed. En hij blijft goed en lang zitten. Dus echt fantastisch. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit zijn alle producten die ik heb opgemaakt. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en er iets aan hebben gehad. Let me know wat je van dit soort video's vindt. Of ik ze vaker moet maken, ja of nee. Let me know beneden in de reacties. En ja, zoals altijd hoop ik dat jullie gewoon weer hebben genoten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!